ben Suzanne Butter, ik studeer interprofessionele paramedische zorg en we zijn vandaag bij het Amsterdam Universitair Medisch Centrum. Ik heb verschillende ervaringen opgedaan vanuit de praktijk. Degene die me het meest is bijgebleven is Cordaan, omdat wij daar met een ergotherapeutisch vraagstuk bezig zijn geweest, waarin wij een meneer hebben geholpen weer zelfstandig te kunnen eten door eigenlijk zijn aangepaste vork nog een klein beetje aan te passen. De reden dat wij dit eigenlijk mogen doen is omdat we nog oefende zijn, we zijn nog zoekende, de organisatie was nog zoekende en die had eigenlijk gezegd van ja, we willen eigenlijk deze meneer een kans geven om nog iets te kunnen doen voordat meneer geopereerd wordt. En we hebben eigenlijk gewoon aangegeven van nou, aan meneer zelf, wat zou u willen? Wat zijn uw wensen? Wat zijn uw doelen? En toen gaf meneer eigenlijk aan, stipt op 1, ik wil gewoon zelfstandig kunnen eten en drinken. En dat hebben wij mogen realiseren voor meneer. Ik vind het fijn dat we vanuit de praktijk al een beeld kunnen hebben van wat we eigenlijk leren op een reguliere opleiding. Doordat je gaat werken in de praktijk, dus echt met die mensen in aanraking komt, verandert het beeld toch wel iets meer. Krijg je uiteindelijk een duidelijker beeld wat een ergo doet, of wat een fysio doet, of wat een oefentherapeut kan betekenen voor een cliënt of voor de stad of wijk.